Hashtag Samen Door. En vandaag praat ik met Helene Wijma, technator van RSG De Borgen. En per 1 mei ook programmamanager van Sterk Techniekonderwijs in de regio Westerkwartier en Noordenveld. Leuk om kennis te maken. Mijn naam is Art van Tuk, burgemeester van de gemeente Westerkwartier. En ik praat eens in de zoveel tijd met een aantal mensen. Leuk dat je vandaag, we hebben afgesproken, je en jij te zeggen, mijn gast wilt zijn. En zeggen, je bent docent. Ja. We komen nog op veel meer te spreken, maar in eerste plaats ook docent. Ja. Maar je hebt ook zelf persoonlijk corona de afgelopen periode meegemaakt. Zou je daar iets over kunnen zeggen, wat het privé voor je heeft betekend en in je docentschap heeft betekend? Ja, het heeft wel de wereld op zijn kop gezet. Dat is wel iets wat heel duidelijk is. Met name de eerste lockdown was voor het onderwijs. Maar dan ook direct voor mij als docent was wel echt even een hele reset. Dat je in plaats van voor de klas staat en leuk je ding doet met je leerlingen, thuis zit. En dan? Want online onderwijs, dat hebben we nog nooit gedaan. Dus dan moet je allemaal op gaan zetten. Dat vraagt wel wat van je als mens ook gewoon. Dat je heel erg weer moet gaan denken in oplossingen. Tegelijk daagt het mij dan ook altijd wel weer uit. Heb jij in die maanden wel eens een diepe zucht geslaagd of niet? Wel meerdere. Okay. Ja, wel eens echt op de bank gezeten. Dat ik dacht, dat zie ik bij de kinderen op school natuurlijk net zo goed. Die missen echt wat. En niet, ja, we hebben natuurlijk in Nederland heel erg over leerachterstanden. Maar ik denk dat ze vooral leervertragingen hebben. En dat wel inlopen. Maar de sociale contacten. Ik weet niet of dat allemaal goed komt. En online lees je minder van elkaars gezicht af. Lees je minder van elkaars lichaamstaal af. Als dat je dat gewoon fysiek doet. Nou, wat wel heel opmerkelijk was. Is na de tweede lockdown. Dat ze toen weer gedeeltelijk naar school mochten. Dat wij een derde van de klas had ik in het lokaal. En ik vroeg ze, hoe was jullie weekend? En bleef stil. Ik zei, nou jongens, hoe was jullie weekend? Ja. Ik zei, moet ik nou eerst op het knopje unmute drukken? Want ze waren gewoon, eigenlijk zaten nog steeds in die online ervaring van, hey, wacht eens, ik mag nou niet praten. Ik mag pas praten als mijn digitaal handje omhoog is. Ja. Dan mag ik pas praten. En je merkt gewoon dat die leerlingen daardoor wel een hele andere vorm van interactie met jouzelf als docent hebben, maar ook met elkaar. En het onderwijs op dit moment, hoe ziet dat eruit? Iedereen in de klas gezellig? Gezellig wel, maar dan maken we er zelf altijd wel van. Hè? We maken het altijd wel gezellig. Maar het is, ik zou bijna zeggen, aanpotend. Op dit moment is het nog zo, 1/3 in de klas, 2/3 thuis. En die heeft dan online onderwijs. Hoe doe je dat? Ja, precies. Dat is wel de vraag. Want je stelt de vraag ook maar weer terug aan mij. Ja, maar zo ingewikkeld is het. Zo ingewikkeld is het. Je wil natuurlijk die leerling die je in de klas hebt, wil je alle aandacht geven. Maar je bent blij dat ze voor je zijn. Je kunt hun lichaamstaal ook weer lezen. Dus je kunt ook even met hun praatje maken. Hey, ik zie even dat jouw kopje houdt een beetje. Nou, wat gaat wel goed met je? In de tussentijd heb je ook nog 2/3 van de klas thuis zitten. En die wil je ook bedienen. Dat is wel wat op dit moment wel lastig is. Als docent wil je heel veel voor die leerlingen betekenen. Ja. En je bent zo beperkt. En het zelfs uit zich om als dat ik soms bij de deur wil high-fiven. Maar ik denk van, nou nee, dat kan niet. Dus op afstand. Maar je wil wel iedereen natuurlijk even begroeten. En even laten merken dat je iedereen ziet. De omgang met jeugd, dat begon heel erg te trekken. Dus via zijnstroomtrajecten heb ik vervolgens mijn natuurkunde bevoegdheid gehaald. En ja, van het een komt het ander. Ja, maar wat doe je daar dan mee? Dan heb je dus een techniekpoot. Ja. Dan heb je interesse in met mensen omgaan, met name met jeugd, in onderwijs, in ontwikkeling. Ja. En wat word je dan in je leven? Docent, natuurlijk. Technator. Ja, technator. Ja. Dat wij op zoek gaan ook naar het bedrijfsleven, maar ook naar de overheid. Ook wel naar de gemeente af en toe. Om leerlingen eigenlijk ook vooral projecten te laten uitvoeren die ertoe doen. Dus die betekenisvol zijn. Onlangs heeft ze een VWO-groep nog een project gedaan voor de gemeente Westerkwartier. Ik weet er alles van. Ja, en nog met jou in gesprek geweest. Ja, ik heb ze een 10 gegeven. Ja, ik heb ze niet een 10 gegeven. Dat heeft niet aan mij geleden. Ik heb ze wel heel goed cijfer gegeven. Hartstikke goed. Ja. Met techniek bezig, je geeft het aan, die verbinding zoeken. Lukt dat een beetje met bedrijfsleven en overheid? Juist ook in deze tijd. Heb je die goede verbinding? Heb je die plekken? Nou, op dit moment is het heel lastig. Want ook bedrijven zijn natuurlijk wat huiverig om leerlingen toe te laten. Mm. Maar andersom ook, bedrijfsleven komt ook niet zo snel de school binnen.
Dus het gaat twee kanten op dat het gewoon stroperig is. En dat is ook wel jammer, want we zijn er echt heel druk bezig met sterk techniekonderwijs. Om dat op de kaart te zetten. Ook vanuit de overheid is daar een hele grote subsidie voor. En dat betekent eigenlijk dat het VMBO heel erg versterkt wordt in het techniekonderwijs. Maar dat gaat niet zonder het bedrijfsleven. Want als je het VMBO wil versterken, dan wil je juist die verbinding met het bedrijfsleven zoeken. Zodat de leerling ook kan zien van, hé, maar waar doe ik het nou voor? Ja, zitten in die coronatijd. En ik realiseer mij hoe automatisch ik het heb gevonden op, wat was het, 12, 13, 14 maart vorig jaar. Mm-hmm. Toen wij in de lockdown, intelligente lockdown kwamen. Dat je dacht, ik zet die camera aan en we gaan vergaderen. En hoe bijzonder was het dat techniek ons eigenlijk gewoon economisch voor een groot deel ook door deze periode heen gelopen. Hoe is dat voor jou? Merk je nu een extra interesse van leerlingen? Merk je dat ook zelf je op een hele andere manier nu met techniek je bewust wordt wat het betekent voor ons als samenleving en hoe leerlingen daarom mee omgaan? De interesse bij leerlingen, daar moet je echt over in gesprek. Je moet echt leerlingen wijzen op wat is techniek. En hoe ben je er ontzettend van afhankelijk? En techniek kom je overal tegen. Ja. En ook zeker in de digitale wereld. Want iedereen heeft te maken met techniek. Je koelkast thuis, het is allemaal techniek. Ja, en we hebben het zo nodig, realiseren we ons ook weer in deze periode. Ja. Naast natuurlijk gewoon het menselijk contact wat zeker we met elkaar hebben. Nou is corona de insteek, maar is door corona nu, en een slotwoord is dan aan jou, misschien onze oproep, ga techniek studeren. Jazeker. En dat kan al gewoon meteen als je van de basisschool afkomt. Zelfs al als je daar op de basisschool zit. Op de basisschool ja, zelfs. Want we willen juist ook met de basisscholen willen we de leerlingen in contact brengen met techniek. En dat gaat over soms hele kleine robotjes die je kunt programmeren. Ook al op de basisschool. Dus daar gaan we al mee bezig. En dat groeit gewoon met je mee. En zorg en welzijn is mooi. Economie en onderneming is mooi. Maar techniek, ja, het biedt zoveel kansen. Ik word er altijd een beetje warm van. Ja, absoluut. Van, ja, dit, wat dit mooi. Is toch, mooi. Als mensen geïnspireerd raken of om de verbinding met jou te maken en daarmee met de borgen op wat we onderling kunnen betekenen, bedrijfsleven, onderwijs, of die leerlingen die denken, goh, wat een leuke docenten. Ja. En daar heb je ook nog heel veel collega's zeker, van. Zeker, ja. Ik wil naar de borgen toe, meld je aan, volgend jaar dat is zeker kun je waar. Mooi bij jullie starten. Ja. Heel veel succes in alles wat jullie doen, juist ook in na coronatijd. En ik hoop echt dat die high five bij de deur gewoon heel snel dat weer komt. Dat hoop ik ook, ja. Doen wij zo.